Ja, toen dacht ik wel van oké, nou, dit is niet wat ik gepland had. Dus ik moet omgaan denken. Ik moet wat anders gaan doen. Mijn naam is Chris Allen. Ik ben zanger, liedjeschrijver en zangcoach. En de mensen kennen dus van mijn eigen muziek die in Spotify staat of iTunes. Daarnaast ben ik dus ook zangcoach. Ik geef privélessen en groepslessen aan individuen. Een hele groep van jong tot oud, beginners, gevorderden, jong, oud, echt van alles en wat ertussen zit. En daarnaast schrijf ik dus liedjes voor mezelf en voor andere artiesten. Ik ben Christine Blok, ik ben zangeres en zangdocent en pianodocent en koordirigent. Dus ik doe allerlei verschillende dingen. Ik ben Sergio Leeflang, 25 jaar oud, bassist en daarnaast speel ik ook wat toetsen. 2020 was een beetje een raar jaar door de corona. Normaal heb ik wel veel optredens, maar dat viel nu vrijwel allemaal uit. Dus dat is veel minder gedaan dan normaal, maar daarnaast ben ik veel meer gaan lesgeven. Ik weet nog heel goed dat ik zangles aan het geven was. Dat was toen in maart 2020. En dat was toen, voor mij was het de eerste of tweede persconferentie. Ik weet niet precies zeker. En we hadden het er even over dat het eraan zat te komen. En er werd verteld, alle evenementen waren geschrapt tot in ieder geval 1 juni. En toen dacht ik, oké, gek. Want je had wel iets gehoord over een coronavirus en wat dat precies zou zijn, maar dat het zo heftig in Nederland zou zijn, dat wist je natuurlijk niet. Er is voor mij geen punt geweest dat ik dacht van oké, nu slaat het helemaal om hoe ik denk. Ik ben er altijd eigenlijk wel vrij soepel in geweest qua denken en ja, gewoon vertrouwen hebben dat het sowieso wel goed komt. Ja, als 2020 gewoon een normaal jaar was geweest zonder corona, had ik heel veel optredens gepland. Twee tours. Ik had een paastour gepland staan en ik was nog volop in een tour met een andere groepje, op en top vrouw. Veel koren, twee koren, echt wel heel druk leven. Ik zou juist een hele drukke periode tegemoet gaan. Ja, in plaats van al die optredens en dingen ben ik dus meer gaan lesgeven. Ik kreeg meer studioopdrachten. Dus bijvoorbeeld thuis inspelen of gewoon wel live in de studio, zeg maar. Dus dat is juist weer meer gaan lopen dan voorheen. Dus eigenlijk is dat wel een pluspunt. In 2020 ging ik heel vol gepland en heel duidelijk wat we allemaal gingen doen. En 2021 is super onzeker. Dus ik hoop heel erg dat we weer kunnen gaan toeren in het najaar. Dat zijn we nu wel aan het plannen. Maar heel erg met de slag om de arm. Dus ja, de plannen liggen een soort van nog open. Het moment dat ik dacht van oké, dit gaat echt wel de verkeerde kant op, dat was denk ik. Na die persconferentie dat ze zeiden dat in ieder geval tot 1 juni geen evenementen zouden plaatsvinden. Omdat je dan voor het eerst echt ziet wat de gevolgen zijn voor jou. En nou, naarmate er meer persconferenties kwamen, dan ga je echt wel inzien van oké, nou ja, het is niet tot 1 juni en het is ook niet tot 1 september. Weet je hele zomer wat je gepland had is weggevallen. Ja, toen dacht ik wel van oké, nou, dit is niet wat ik gepland had. Dus ik moet omgaan denken. Ik moet wat anders gaan doen. Nou, ik heb heel veel vaste leerlingen. En ik was eerst van plan om te kijken of ik misschien wat minder les kon gaan geven en wat meer optredens gaan doen. Maar dat heb ik nu wel bijgesteld, want die leerlingen zijn super fijn voor stabiliteit. Dus ik ben van plan dat gewoon lekker te blijven doen in 2021. En qua optredens gewoon zien hoe het gaat. Ja, wat 2020 is geworden, is natuurlijk totaal anders dan wat ik had verwacht. Het positieve is dat ik dus meer ben gaan lesgeven, meer studioklussen heb gedaan en daardoor ook weer een groter netwerk heb gekregen, toch wel. Wat er denk ik cruciaal gaat veranderen, als ik zou moeten vergelijken met 2021 en 2020, is dat er geen vooruitzicht is op het live circuit.
Dus waar denk ik de eerste 3 maanden van 2020 lekker aan het spelen was, de bühne op was, daarin allemaal stappen aan het ondernemen was, is dat vooruitzicht dus niet meer. En moet ik het meer gaan hebben van mijn eigen onderneming, dus mijn zangpraktijk, mijn eigen muziek en het liedje schrijven voor andere artiesten. Afgelopen zondag moest ik bij een kerkdienst spelen. En nou, dat wordt dan ook wel gelivestreamd. Dus je moet en rekening houden met de livestream en met de mensen die gewoon in de zaal zitten. En dan ben je klaar met spelen. En dan moet je ineens een mondkapje op om naar je plaats te lopen en dan mag die weer af. Dat is een beetje gek of zo. Dus, maar uiteindelijk het doel blijft hetzelfde. Gewoon muziek maken voor de mensen daar en voor, in dit geval voor God. Dus ja, het is super tof wel. Ik zie 2021 wel positief tegemoet. Zeker omdat ik nu de keuze heb gemaakt om mijn eigen onderneming, en daar heb je dus ook de ruimte voor, verder te gaan boosten. Dus er komt nieuwe muziek aan. Mijn zangpraktijk gaat verder groeien. Dus ik zie alleen maar positieve dingen voor 2021. Opnieuw. Hoe ik 2020 ben doorgekomen. Ik schrok kan je toch nog een beetje positief afsluiten.